Ik ben hier om Helene te verrassen, want die heeft een hele mooie droom. Is hij? Wacht, kom maar even mee, we gaan ze halen. Lieve Helene, vervelend en zo van plastic. Ja, het schijnt, naar het schijnt heb jij aan de mensen van de Kamer de Grote Hogeschool laten weten dat het jouw grote droom is om deze campus een beetje meer plasticvrij te maken. Klopt dat? Ja, dat is mijn grote droom. Ik daag jou uit om hier op 3 mei, dat is niet lang niet meer, een evenement te organiseren om jouw medestudenten en de hele KDG ervan bewust te maken dat zoveel plastic hier eigenlijk niet thuis hoort. Hoe uitdaging aanvaard? Plastiek en de afval, de vuilbakken hier op de campus, dat trekt al lang mijn aandacht. Dus ik dacht, waarom zou ik het niet proberen? Wie weet, komt er iets leuks uit en kunnen we er iets aan doen. Ja, we zijn weg, we zijn vertrokken. Zijn. We zijn hier aan het zeehondenopvangcentrum ACEL, omdat hier de problematiek heel duidelijk zichtbaar is. En we willen hier aan Helene tonen wat het effect is van plastics in de zee op bijvoorbeeld zeehonden. Plastic is echt wel een probleem. We zien hier heel veel zieke zeehonden. Ik denk dat het hoofdprobleem is de manier waarop wij als mens omgaan met plastic. Als je weet dat 80% van de plastic die in zee terechtkomt afspoelt van een plant, zijn er echt wel een aantal dingen die we kunnen ondernemen om ervoor te zorgen dat er minder plastic in de zee en in de oceanen terechtkomen. Hier zo'n netje, dat is typisch. Hè? En momenteel is het zo dat er ongeveer 5% van het petafval in PMD opnieuw wordt verwerkt in nieuwe petflessen. 1/3 van de pet wordt in België lokaal gerecycleerd. Vandaar dat hergebruik eigenlijk steeds bovenaan de lijst staat. Als je kunt kiezen tussen hergebruik of recyclage, is hergebruik altijd beter. Wat zijn we aan het doen? We zijn acties aan het plannen. Wauw. Nog hoeveel weken te gaan? 4, hè? Nog 4 weken. 3,5. Op 3 mei is het zover. Because baby, I feel real good and I wish I would. It's gotta be against the law to look this damn good. 2 uur geleden is het evenement online gegaan. En, een beetje naar onder. 570 zijn geïnteresseerd. 162 gaan. Wow. Oh. Watch out. Vandaag de dag dat het evenement Design Your Own Dopper doorgaat. De studenten kunnen hier nu gratis een drinkbus komen afhalen als ze beloven om niet langer plastic wegwerpflesjes te gebruiken. Dus de opkomst is massaal. Ik ben kei blij dat er zoveel volk is en die actie mee ondersteunen. Welkom. Goed. Zeg, amai. Ik ben hier even totaal onder de indruk van hoeveel volk dat jij op de benen hebt gebracht. Ja, wij ook. Ja, nu hier doorgeraken. Sorry, pardon. Excuseer. Goeiedag. Ze heeft dat ongelooflijk goed aangepakt. Hoe die tentoonstelling is opgebouwd, dat is echt heel chic gedaan. Dus eerst krijg je een aantal heel sterke beelden van vissen en vogels en ijsberen en schildpadden die door jou en mijn plasticgebruik een vreselijk leven leiden en ook vreselijk aan hun einde komen. Dan moet je beloven dat je er iets aan gaat doen en het ook delen op social media. En dan krijg je deze beloning, waardoor er 82 flesjes per student per jaar niet meer in omloop komen. Dus als heel de campus zou meedoen, zijn dat meer dan 500.000 flesjes uiteindelijk. Dromen moeten vooral niet realistisch zijn. Ik denk dat je echt heel groot mocht denken. Spreek erover met de mensen, vind de juiste mensen die je kunnen ondersteunen. En gewoon voor gaan. Het kan, en dat heeft alleen bewezen.